Ik heb zojuist Ronaldo gekocht in FC 25 en hij ziet er bizar uit. Kijk gewoon even naar dat schieten, dribbelen en fysiek. En gek genoeg kost hij me maar 15.000 munten. En eerlijk is eerlijk, het ziet eruit alsof hij dat compleet waard is. Hij heeft ook deze speelstijl, de Power Shot Plus, waardoor hij echt bizar zou moeten kunnen schieten. Maar dat wil ik uittesten. Maar daarvoor moeten we een team bouwen om Cristiano Ronaldo heen. En EA heeft zojuist deze Lone Base Hero Player Pick SBC uitgebracht. En daaruit kunnen we elke hero krijgen in het spel. Dus ik hoop dat we een nieuwe hero krijgen om hem uit te kunnen proberen. Het is Mario Gomez. Ik bedoel, hij heeft best wel een goede kaart met een Power Header plus speelstijl. En met Gomez in ons team is onze spitspartnerschap in ieder geval voltooid. Het wiel is terug en het gaat ons helpen met het bouwen van dit team. Laten we eerst gaan voor onze links midden. We krijgen een draft pick. En ik heb gelukkig nog een draft token. Laten we gaan voor deze formatie. We zoeken een links midden. Misschien krijgen we een goede links midden op Captain. Oeh, we krijgen Vinicius. Het probleem is dat Vinicius wel echt heel erg duur is. En op dit moment heb ik de munten gewoon nog niet oké. Ik ben benieuwd. Wie gaan we krijgen op linksmid? Geef me een goede linksmid, hè. Dus wie gaan we nemen? Ik denk dat ik wil gaan voor Inform Adeyemi. Ik bedoel, kijken naar die pace. Ik moet ook zeggen, die is ook echt niet goedkoop. 106.000 munten voor Inform Adeyemi. En op deze manier gaan we het hele team doen. Ik ben benieuwd wat het wiel nog meer voor ons in verrassing heeft. Laten we gaan voor een center mid. Any player. We mogen dus iedereen kiezen die we willen. Maar ik denk dat ik wil gaan voor een SBC-speler. Alex Garcia is misschien precies wat we zoeken. Dus hier is team nummer 1. En hier is team nummer 2. En daar is die Alex Garcia. Welkom bij de club. Tot nu toe lijken we een beetje de Bundesliga kant op te gaan. Laten we gaan voor de andere center mid. Wat gaat het wiel ons geven? Ik hoop op iets goeds. En ik hoop eigenlijk stiekem ook op iets wat jullie kunnen kiezen. We krijgen een transferlijstspeler. En als je niet weet hoe dit werkt, ik zet dus de positie op center mid. En nu ga ik gewoon gokken. Pagina 7, speler 4. Oh, wie? Het is Anderson. Oh. Ja, Anderson halen we dus naar de club. Elliot Anderson. Welkom in het team. Laten we gaan voor een rechtsmid. Ik ben benieuwd wat we dit keer gaan krijgen. We krijgen Instagram bepaald. En daarvoor heb ik deze story gemaakt. En nu we toch moeten wachten totdat jullie antwoord hebben gegeven. Laten we gaan voor de linksachter. Op linksachter krijgen we een 7,5k-pack. En dat betekent dat ik 7,5k-packs moet openen totdat ik een linksachter krijg. Dit kan best wel even duren. Dit is een rightback van Villarreal. Voigt en hij kan alleen op rechtsback. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Thiago Giallo. Hier geen linksachter. Wat is dat toch? Oh, geen linksachter. Wel Tchouaméni. Ik bedoel, hij is gewoon nog 27.000 munt op dit moment. Hé, hey, een linksback. Mitchell en Rodriguez. We kunnen nog kiezen ook. Diego Llorente kan dan niet op linksachter. Laten we gaan voor Mitchell. Ik bedoel, het is een Premier League speler. Het had slechter kunnen zijn, zeker. Laten we gaan voor een van de twee centerbacks. Kom op, Wil. Geef me iets goeds. Het wordt any player of raadspeler? Het wordt any player. Het ding, ik heb niet echt goede centerbacks. Dus ik wil even kijken wat Virgil van Dijk kost. Hij kost 400.000 munten. Misschien moeten we hem gewoon halen. Ik bedoel, voor 390.000 munten zeg ik geen nee. Virgil van Dijk, welkom in ons team. Wauw, wat een begin. En we hebben nog 4 spelers te gaan. Dus de echte vraag is, wie komt er naast Virgil van Dijk te staan? Het is net een clubkeuze. Wie gaan we daar neerzetten? Zullen we Ake er neerzetten? Gewoon puur om dan 2 Nederlanders naast elkaar te hebben. Laten we dat doen. Nathan Ake en Virgil van Dijk naast elkaar achterin. Wat een blok. Laten we gaan voor de rechtsachter. Op deze manier houden we het tempo er lekker in. We krijgen een random transfermarkt speler. Oei, daar zijn we weer. Jullie kennen het ondertussen. Laten we gaan voor pagina 8, speler 3. Pagina 8, speler 3 is White. Ik bedoel, Ben White, daar ben ik helemaal niet ontevreden mee. Die backline is oprecht wel heel sterk, behalve Mitchell. We wachten dus nog op jullie, rechts midden en op een keeper. Laten we de keeper eerst doen. Geef me een goede keeper, alsjeblieft. Geef me geen bronzen keeper. Dat is alles wat ik vraag. De hoogste op positie. De hoogste op positie is Lev Yashin of Angeder. En ik denk dat ik Angeder wil proberen, want die hebben we nog niet geprobeerd. Zij is ook nieuw, deze FIFA, volgens mij. 177.000 munten voor de Duitse vrouwelijke keeper. Dat is een prima keeper om achterin te hebben staan. We wachten alleen nog op de rechtsmidden. En daarvoor gaan we terug naar mijn Instagram. Als je mee wilt doen met dit soort challenges, moet je me dus echt even volgen op Instagram. @patto op YouTube. En jullie hebben een aantal antwoorden achtergelaten, maar de meest voorkomende is Jeremy Frimpong. Hij is ook niet goedkoop. 34.000 munten voor Jeremy. Maar ik denk wel echt de perfecte rechtsmidden voor in dit team. Ik bedoel, hoe is het mogelijk? We hebben 31 team. Geest. Alleen Ronaldo is niet op teamgeest. Maar voor de rest hebben we echt wel een heel goed team neergezet. Als je dan Anderson en Mitchell wegrekent. Ik ben benieuwd. Ik heb dit bizarre team gebouwd. Maar nu is Cristiano Ronaldo in gevaar. We gaan namelijk een potje spelen met verschillende challenges. En als ik het niet haal, dan moet ik Ronaldo discarden. En dan ga ik huilen, denk ik.
We moeten een powershot zien te scoren met Cristiano Ronaldo. Want ja, hij scoort echt bangers in het echt. We moeten hem wegsturen en scoren en de wedstrijd zien te winnen. En we hebben de hulp van zijn teamgenoten hard nodig. Want als het niet lukt, ja, dan moet ik dus Ronaldo discarden. En dat wil ik niet. Dus laten we kijken of we Cristiano Ronaldo kunnen redden. En ik moest natuurlijk wel gaan voor het Al Nassr tenue. Anders voelt Ronaldo zich misschien niet thuis in dit stadion. Oh, deze man heeft een heel goed team. Hoeveel evo's kan je hebben? Mijn controller doet het niet meer, jongens. Mijn controller doet het niet. Hallo, waarom doet mijn controller het niet? Jongens, mijn controller doet het niet. Oké, hij doet het weer. Mario Gomez. Frimpong. Balletje naar Ronaldo. Ronaldo met een powershot. Schot geblokt. Alex Garcia. Ronaldo. Ronaldo ruimte maken en uithalen. Daar is Areola. Savinho terugleggen. Daar is Gabriel Jesus. Daar is Agang. Wat een redding. Frimpong. Ronaldo in het midden. Andersen. Andersen. Daar is Areola. Ronaldo. Oh, die kapt zijn man uit. Cristiano. Mario Gomez tussendoor naar Cristiano Ronaldo. Die wordt 1-op-1 weggestuurd. En die mist. Oh, krijg je het naast. Bal richting Ronaldo. Die neemt hem aan. Cristiano. Op de volley. Nee. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Redding van Areola. Oh, mijn tegenstander is vandoor gegaan. Daar gaan we. Welkom in het stadion. Gakpo naar Grimaldo. Die gooit hem voor. Daar is Boniface. Maar daar is Angerder. Van naar Boniface. Voorbij Van Dijk. Boniface. Daar is Angerder weer. Garcia in de fout. Boniface van heel ver. Angerder. Frimpong. Naar het midden. Daar is Cody. Gakpo. Angerder in tweede instantie. Van naar Boniface. Boniface. Daar is Virgil van Dijk. Frimpong. Tussendoor. Cristiano. Ronaldo scoort! 1-1! Ronaldo is weggestuurd! Natuurlijk! En we staan voor Cristiano Ronaldo. Maar die voorsprong was niet voor lang. Boniface! En die schiet hem voorbij Angerder. En staat weer 1-1. Boniface gaat neer in de 16. Nog geen 4 minuten nadat wij de 1-0 maakten, is het een penalty voor mijn tegenstander. En Boniface scoort. Het is 2-1. We staan achter. Ineens kan mijn verdediging er helemaal niks meer van. Grimaldo! Angerder! Die zit er nog aan. Waarom vliegt alles er ineens in? Mijn verdediging is ineens zo lek als een mandje sinds die heeft gescoord. En dat is wel te merken. Het staat ineens 4-1. En waar is... Ik mis weer een centerback. Wat is dit? 5-1. Elke minuut wordt er ineens gescoord. Weer missen we verdedigers. En weer kopt hij hem binnen. Echt om de minuut wordt er nu ineens gescoord. Het is alsof het spel wil dat we verliezen. Het is voorbij. Wat een onzin potje. Maar dat maakt niet uit. Het is een blij FIFA. Dus van de 3 challenges hebben we er maar 1 gehaald. Ronaldo, het is tijd om te gaan. Bedankt voor het kijken. Klik hier als je nog een video wil zien. En met welke speler moet ik dit de volgende keer doen?